Joost Klein heeft met zijn recente nummer Europapa een indrukwekkende prestatie neergezet, slechts drie dagen na de lancering van het lied. De bijbehorende videoclip heeft op YouTube de grens van 5 miljoen views doorbroken, wat aantoont hoe snel het nummer viraal is gegaan. De Friese artiest onthulde dit lied, dat Nederland dit jaar zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival tijdens een uitzending van de avondshow met Arjen Lubach. Het succes van Europapa beperkt zich niet tot YouTube, want op Spotify heeft het nummer, naar alle waarschijnlijkheid, een nieuw record gevestigd. Binnen slechts één dag werd het nummer meer dan 1,2 miljoen keer gestreamd. Of Joost Klein daadwerkelijk een nieuw record heeft behaald, zal Spotify na het weekend bevestigen. Op zaterdag werden vergelijkbare cijfers behaald, waarbij het lied meer dan 1,1 miljoen keer werd gestreamd. Opvallend is dat de populariteit van Europapa niet beperkt blijft tot Nederland, het nummer vindt ook weer klank in België, Oostenrijk. Estland en Litouwen. Bovendien prijkt het lied op de 113e plek van de wereldwijde lijst met meest gestreamde nummers, wat een opmerkelijke prestatie is voor een Nederlands nummer. Europapa is meer dan alleen een muzikaal succes, het is een emotionele ode van Joost Klein aan Europa en aan zijn overleden ouders. Het Eurovisie Songfestival, waar Nederland vol trots vertegenwoordigd wordt door dit betekenisvolle nummer, staat gepland van 7 tot en met 11 mei in het Zweedse Malmö. De impact van Europapa op zowel nationaal als internationaal niveau benadrukt de artistieke kracht en universele aantrekkingskracht van Joost Kleins muzikale creatie.